Ruim 80% van de mensen in het nieuws is van het mannelijk geslacht. Dit blijkt uit de steekproef van Global Media Monitoring Project. En dit moet anders, zo vindt men. Daarom wordt jaarlijks de Vrouw in de Media Award uitgereikt aan diegene die opvallend aanwezig is in de landelijke media. Sylvana Simons, Ionica Smeets en Daphne Schippers zijn enkele van de genomineerden. Dit jaar is er ook een prijs te winnen op provinciaal niveau. Naast gedeputeerde Sietske Poepjes, Lutz Jacobi, Sanne Wevers en ex-wethouder van Leeuwarden Thea Koster is ook Winnie Weidenaar, creatief ondernemer en een van de drijvende krachten achter de onlangs gehouden Friese Dorpentop genomineerd. Winnie, van harte gefeliciteerd met je nominatie voor Vrouw in de Media. Kennen je de award? Nou, heel eerlijk, nee. Ik had wel eens van gehoord, vrouwen in de media, dat er wel eens wat mee werd gedaan. Maar nee, dus complete verrassing en ik dacht, grapje? Of is het echt? Ja. Want hoe ben je op de lijst terechtgekomen? Nou, het schijnt dat je genomineerd wordt door een journalist of een redacteur. En dit is voor het eerst dat ze het provinciaal doen. Dus dan moet er ook uit de provincie, regionaal of lokaal iemand uit de media zijn die je nomineert. Dus, maar ik weet dus niet wie. Dus geen idee. Heel verrassend dus. Ja, echt wel. Ja, ik twijfelde ook echt hoor. Want ik dacht, vrouw in de media, wat is dat inderdaad? Eerst maar eens uitzoeken. En toen dacht ik van, waarom ik? Ik keek naar het lijstje. En toen, een Lutz Jacobi, een Janne Wietzke, een Sanne Wever. Nou, ik denk dat zijn wel echt namen. En dan zie je zelf opeens staan. Dus het was wel een verrassing. Ja. Want het heeft natuurlijk mee te maken dat de meer vrouwen zichtbaar moeten zijn in media. Nou, dat lukt bij ons wel aardig volgens mij met jou. En de laatste tijd ook in andere media zie ik wel voorbij komen. Dus wat dat betreft is het misschien niet raar dat je op die lijst staat. Nou ja, het is wel leuk, want eigenlijk zelf sta je er niet zo bestil hoor. Maar andere mensen zeggen het nu ook. Zo van, ja, maar het is toch logisch? En dan denk ik, misschien wel. Ik probeer natuurlijk voor heel veel bedrijven waar ik voor werk om daar aandacht voor te genereren. En dat lukt ook wel aardig. En ik snap het ook wel hoor, want je ziet inderdaad adviseurs of onderzoekers of professoren. Hè, er wordt altijd advies gevraagd in de media aan een man en best wel weinig aan een vrouw. Nu ben ik niet heel feministisch of zo, maar ik kan me de prijs wat dat betreft wel heel goed indenken. En ik vind het ook wel een eer dat ik dan als soort van rolmodel, noemen ze dat dan, mag functioneren. Ja. Ja. En het is dus ook iets wat jouw werk met zich meebrengt? Ja, absoluut. Ja, ik heb een communicatiebureau, dus je moet ook wel. Hè? Dus dan is het ook wel logisch. Maar ja, om het weer voor elkaar te krijgen om in de media te komen is best wel moeilijk. Je moet wel ludieke dingen bedenken en het moet wel nieuwswaarde hebben. En de media is ook heel erg veranderd natuurlijk de laatste tijd. Hè, vroeger was het dan, wouden journalisten wouden een nieuwtje hebben echt. Maar nu is het veel meer achtergrondverhalen. Nou ja, dat zullen jullie ook weten. En daar ligt toch ook wel mijn sterke punt. Want ik vind het heel gaaf om het dieper op dingen in te gaan en mensen te laten zien en laten zien wat ze doen. Ja, en dat lukt wel aardig dus. Jij bent een van de vrouwen achter de Friese Dorpentop. Zou dat er nog iets mee te maken hebben, denk je? Nou, ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar het stond dus wel achter mijn nominatie, dus ik denk het wel. En ik moet ook zeggen, dat project is echt geweldig opgenomen in de media. Het was ontzettend moeilijk, omdat niemand wist wat het was. Hebben we daar echt heel erg ons best voor moeten doen om het in de media te krijgen. Door ook uit te leggen van, hoe zou je het dan in de media kunnen brengen? Wat kun je dan doen? En zo heb ik geprobeerd journalisten mee te nemen in het verhaal De Friese Dorpentop. Dus ik vermoed het wel, maar nogmaals, ik weet het dus echt niet. En dan sta je dus in één keer op een lijst met, je zei het al, Janne Wietzke de Vries, Lutz Jacobi, Thea Koster, Sietske Poepjes en nog meer van dergelijke namen. Het is een publieksprijs, dus er zit ook een zekere gunfactor bij, denk ik. Ja, ik dacht wel van heel veel mensen kennen mij natuurlijk niet. Dat er op mij gestemd wordt, die kans is wel kleiner. Maar ja, dan hoop ik dat als mensen dit dan zien en mij ergens anders nog zien, dat ze denken, dat is toch wel heel erg gaaf dat zij dat ook kan. Maar ja, dan dat mensen zich misschien met mij kunnen identificeren of zo. Dus ik wou toch, nu ik dan toch in de race ben, maar oproepen om op mij te stemmen. Ja, want je bent nu tenslotte ook weer in de media. Nou ja, daarom. Dus, Hoe kunnen mensen stemmen? Nou, dat kan op de website vrouwinemedia.nl. En dan kom je eerst op een landelijke lijst. Daarna kun je naar de provincie, dan ga je dus naar Friesland. En dan kun je op mij stemmen. Nog even voor de mensen die het niet weten, op wie moeten ze stemmen? Op Winnie Weidenaar.